Goeiedag, het is vrijdag, einde van die week en hopelijk sien jy uit naar die naweek en het jy goeie week beleef en as jy nie het nie, is daar elke dag nieuwe hoop en Godse genade elke dag niet. So ek is blij het ingeskakel vandag en miskien help vandag jou om ander keuses in jou leven te maken. Ons lees saam Handelinge 7 vers 51. Julle hardkoppig is, in julle hart is julle nie jode, julle is doof vir die woord van God, moet julle al ewig die Heilige Gees weerstaan, maar julle voorouers het dit gedoen, en jullie doen dit nou ook. Nou denk jy, joh, op een vrijdag en je begin met jullie hardkoppig is. Maar hoe waar is hierdie tekstvers nie? Nie net vir hierdie tyd toe het geskryf is in die Bijbel nie, maar vir my en jou. Jy ken sulke mense, jy is, ek is al mense wat ons hoor die Heilige Gees stem. Ons weet wat reg en verkeerd, ons weet waar is blijdskap, ons weet wat is wijsheid, maar ons druk het dood. Ons weerstaan dit wat die Heilige Gees vir my en jou wil kom leer, omdat ons op daai oomblik nie voel, oh, ons wil nie nou weer die een wees wat reg is, ons wil nie nou weer die een wees wat die rechte ding doen nie, of beteken het, ek gaan nou vir iemand moet nee sê, of vir goed moet nee sê, of dinge moet weerstaan nie, dan druk ons eerder die Heilige Gees dood. Partykeer is dit een goeie ding, God wil vir jou wys, gaan, een goeie ding, gaan sê vir die mense dit, en jy druk het dood, en denk nie, ek gaan myself nou embarrass, ek gaan nou myself met een rooi gezicht laat, ek sien lus vir die ding nie, en hier is een waarschuwing, wat sê, moet nie dit doen nie. Moet nie die Heilige Geest doordruk nie, moet nie jouself afstomp vir sy stem nie, want later gaan jou nie meer hoor nie, en dan begin ons weer in eie kracht en eie wil besluit te neem, en dit is tragisch. Elke keer kom dit op een groot gemors af. Wil jy nie vandag en in die week wat voorlee, en die rest van jou leven, wanneer jy die Heilige Geest sy stem hoor, en jy sal weet, en wanneer hy jou aanhits en sê, gaan praat met daai en gaan doen dit, wil jy nie maar luister nie, gehoorsaam wees, want elke keer dat ons hom weerstaan, druk ons hom bykie meer dood en raak ons afgestomp en dan gaan ons op een plek kom waar ons baie alleen gaan wees en nie meer sy stem hoor nie. So vandag is nie om jou bang te praat nie. Dis nie om jou morbied hierdie naweek in te stuur nie. Dis om my en jou net weer attent te maak en sê, hey, ek besef nou ek hier het gedoen. Ek besef ek het een paar keer hom stil gemaak omdat ek nie nou sy stem wou hoor nie. Maar van nou af wil ek weer luister. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir vandag. Dankie dat jy opnuut weer vir ons kom sê, moet nie dit doen nie. Uit die liefdevolle hart uit kom jy nie, kom waarskie ons en vergeef ons vir die kere wat ons het wel gedoen het, die kere wat ons gedink het, Here, moet nie my nou opstuur op hierdie verhoog, moet nie my nou opstuur om met die persoon met die werk te gaan praat, en net nou dink hulle vreemd van my, maar is waar jy met ons gepraat het, Heilige Geest met ons gepraat, en vergeef ons vir die kere wat ons het doodgedruk het. Maar mag ons vandag besef, ons wil het nie meer doen nie, ons wil jy weer kies, jy wijse leven leef, en ons wil luister elke keer wanneer die Heilige Geest met ons praat, ons raad gee en ons aanmoedig. Dankie dat jy ons nog een kans gee, nog een geleentheid gee. En mag ons een gemeenskap en een gemeente en een wereld en een provincie en een land word wat luister wanneer die Heilige Gees met ons werk. Ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Baie dankie dat jy by ons ingeskakel het vandag. Geniet die vrijdag en vanavond, miskien by een braai of iewers waar jy is in geselskap, luister maar mooi en moet het nie doodruk nie. Ons gesels morgen verder. Tot ziens. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.